Dankjewel, meneer de voorzitter. Een paar weken terug stond ik in Kesteren tussen de middag. Ik denk, ik zal eens een wandeling maken en dat is goed voor de mens. Stond ik voor een gebouwtje en dat ik onderweg zag. En er stond, was in ouderwetse letters geschreven, Provinciale Gelderse Economie. Ik denk van, hé, dat maatschappij, elektriciteitsmaatschappij. De laatste, ik moet wel aanvullen natuurlijk. Goed, toen dacht ik bij mezelf ook aan dit voorstel. Ik denk, het geld wat onze voorouders, nou, onze ouders, hebben opgebracht, dat mogen wij nu weer gebruiken om de elektriciteitsvoorzieningen in Gelderland op niveau te brengen, op te moderniseren, daarbij het netwerk. En volgens mij lukt dat met dit voorstel heel aardig. Dan heb je het over de continuïteit, zoals al aangehaald is door meneer De Loof, van de elektrische Gelders, of Aliander dan in dit geval, Nuon, Aliander. En een tweede, wat wij ook als gunstig bijeffect zien, is dat geld wat nu bij de schatkist staat, zeg maar 300 miljoen, dat brengt 0 euro op dit moment. Echt 0 euro, jaar in, jaar uit. Dat gaat nu gewoon renderen. En dat is via Aliander, lukt dat. En zijn we het geld kwijt? Nee, natuurlijk niet. Als ik ergens aandelen van koop, heb ik bezit, kan het minder waard worden? Ja, natuurlijk. Maar het geld en de aandelen blijven van ons. En die zijn op het ene moment meer waard dan het andere moment. Maar één ding weet ik wel zeker, als ik terugkijk naar mijn wandeling. Al heel lang heeft deze maatschappij ervoor gezorgd dat wij hier in Gelderland zoveel kunnen doen. En ik hoop dat we ook in de toekomst voldoende energie aan deze maatschappij overhouden om ook nog wat te doen. Dank u wel. Dank mevrouw Faber, PVV. Ja, er wordt gesteld van ja, we hebben dan aandelen, dus we hebben nog wat. Maar als we dan kijken van de aandelen die we nu hebben, die we voor 785 miljoen euro hebben gekocht, en die zijn nog 5,2 miljoen, staan die in de boeken als boekwaarde. Ja, dat is toch wel een behoorlijke aandelating. En dan is het ook nog zo dat bij deze aandelen moeten we gaan bijstorten, anders krijgen we geen dividend meer. Dus dat is toch een beetje een rare manier van zaken doen, toch? De heer Vermaas op hetzelfde punt. Dank u wel. Ik denk het niet, want als ik kijk naar wat althans in mijn tijd al als staatslid de provincie Gelderland aan geld heeft uitgegeven ten behoeve van de provincie, van de inwoner van Gelderland, is dat veel geweest. Ik heb niet gemerkt dat we die 785 miljoen die u noemt, dat in de weg heeft gestaan. Dank u wel. Mevrouw Fabernog. Dan zal ik hem anders stellen. Moet u eens voorstellen dat u werkt bij een beleggingsmaatschappij en u koopt voor 785 miljoen euro aandelen. En daarna zijn ze nog 5,2 miljoen waard. Wat denkt u dat er met u gebeurt bij die beleggingsmaatschappij? Ja, ik denk in de eerste plaats dat ik moet stellen dat die 785 miljoen nooit betaald is. Dat is hoogstens op een gegeven moment in de boeken terechtgekomen als de waarde van het bedrijf. En dat geld heb ik nooit betaald, dus ik word er ook niet warm of koud van. Oké, dank u wel. Nog één keer dit punt. Nee, ik kom wel bij de gedeputeerde. Ja, dat dacht ik al, ja. Nee, dan meen ik oprecht, hoor. De heer Vermaas. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil nog even ingaan op een opmerking die de heer Ruitenberg zojuist ook in een interruptie maakte. Namelijk dat we steeds meer energie gaan gebruiken. Nou, ik denk ook dat dat waar is. Hè. Maar goed, de strategie van dit college is heel duidelijk. 1,5% energie minder elk jaar weer. Dat staat ook in de begroting zo. Is het zo dat de SGP hier openlijk afstand neemt van de strategie van het college? Wij als SGP, en meneer Mulder heeft dat heel vaak gezegd, medestaatslid, dat wij als SGP zijn voor versobering. En dan bedoel ik ook versobering in het gebruik van energie. Ik ben nog van een generatie dat mij nog heel goed voor ogen staat wat de Club van Rome ooit bedacht heeft in 1972. En die heeft er toen al op gewezen dat het goed was om niet meer energie te gaan gebruiken. Okay. Nou, het is niet aan dit college van GS te wijten dat we meer energie zijn gebruikt. Daar zijn we met z'n allen debet aan. Ik ook. Dat ook helder zijn. Ik gebruik veel meer energie dan in 1972. Hoewel ik toen meer energie had. Maar misschien dat
dat op een ander level. Het is in ieder geval zo dat, dat inderdaad, daar is de meeste winst te behalen. Zo breng van gingen. Tot slot van dit punt. Ik hou even de tijd in de gaten. Even een helder antwoord. Inderdaad, dus de SGP is voor om minder energie te gebruiken. Maar u zei zojuist, we gaan meer energie gebruiken. Dus dat plan om minder energie te gebruiken, dat gaat dus niet lukken. Is dat een goede conclusie die ik hier kan maken? Nee, ik haalde de woorden van meneer Loof aan dat het elektriciteitsnet in de tijd aangepast is voor vanaf december 2007. En ik geloof hem graag. En ik zeg alleen dat we nu veel meer energie zijn gaan gebruiken. Okay. En u hoort mij niet pleiten voor energie. Juist tegendeel, vermindering mag wat ons betreft.